Dit is NV Nederland, een programma waarin we kennis laten maken met economische regio's in Nederland met potentie. In deze uitzending aandacht voor twee van de economische speerpunten van Zuidwest-Nederland, maintenance en innovatie. We spreken Paul Nijskens van Riewen en zien een van de eerste successen van het World Class Maintenance Program Office, Aviolanda Woensdrecht. Ik zie heel veel bedrijven die samen iets unieks leveren. Waar je gewoon echt zoveel waarde aan het onderhoud toevoegt, dat heel veel klanten graag hier naartoe willen komen. Wat hebben onze directe buren u te bieden? U ziet het in NV Nederland. Het belang van professioneel onderhoud wordt steeds meer onderkend door het bedrijfsleven en de politiek. Zo heeft het Nederlandse ministerie van Economische Zaken in het programma Pieken in de Delta onderhoud als een van de speerpunten benoemd voor een nieuwe economische groei. Dit heeft inmiddels geleid tot het opstarten van het World Class Maintenance Initiatief. Maintenance is belangrijk voor deze regio, omdat je in deze hele regio van Rotterdam tot aan Antwerpen en dan dwars daarop richting Venlo, zie je heel veel maakindustrie. En die maakindustrie die wil je hier in Nederland behouden. Nou, hoe behoud je die maakindustrie in Nederland? Als je kunt zorgen dat de installaties, de kapitaalintensieve installaties, als die een hogere beschikbaarheid gaan krijgen, dus dat die meer kunnen gaan produceren tegen lagere onderhoudskosten. En dat doe je nou eenmaal met onderhoud, door goed onderhoud uit te voeren. Je praat over het hele gebied Nederland, praat je over dat er op jaarbasis zo'n 18 miljard wordt omgezet in de onderhoudssector. Er zijn zo'n 150.000 mensen in werkzaam. Het World Class Maintenance is eigenlijk ontstaan naar een initiatief bij het ministerie van Economische Zaken, wat heet Piek in de Delta. In Piek in de Delta waren er een drietal gebieden waar economische groei nog voorzien was. Daarvan was er eentje maintenance. Een bedrijf als Sabiek die bij ons op een bepaald moment gekomen is en zeggen van wij willen met een bepaald programma meedoen, kan dat? Nou, we hebben dus zo'n bedrijf met andere bedrijven in contact gebracht. Of er is een wat kleiner MKB-bedrijf die op een gegeven moment met een bepaald probleem zit en via onze centra die wij hebben, die al veel op het gebied van maintenance doen, kunnen wij ze in contact brengen met andere bedrijven om te zorgen dat ze die kennis op een gegeven moment krijgen, of in contact brengen met een schoolinstelling, een ROC, of juist in contact brengen met een hogeschool, waar eventueel een bepaald onderzoek gedaan kan worden, waardoor ze dus resultaten kunnen krijgen op vraagstukken die bij hun leven. Aviolanda, dat is een gebied rondom Woensdrecht, rondom de luchthaven die daar ligt. En wat men met name daar wil doen is luchtvaartgebonden industrieën neer laten dalen op dat gebied. Ook om te zorgen dus dat die onderhoudssector op het gebied van luchtvaart daar verder geprofessionaliseerd wordt. Dat het high-tech onderhoud is wat dat daar gaat plaatsvinden. Met natuurlijk uiteindelijk dat er ook meer werkgelegenheid gaat ontstaan. Dat is heel in het kort wat er in Aviolanda plaatsvindt. Aviolanda is een duurzame gebiedsontwikkeling waarbij ondernemers, het onderwijs en de overheid samenwerken volgens de Mutual Gains Approach. Nou, Mutual Gain Approach, een Engelse kreet, die gaat vooral over het feit dat we met elkaar proberen met alle belangen rekening te houden. Met al die belangen, people, planet, profit, om daar goed naar te kijken en ook te waarborgen dat aan alles aandacht wordt besteed. We hebben een joint venture waarin we samen met Stork, de provincie en de gemeente een bedrijvenlocatie gaan ontwikkelen waarin bedrijven, luchtvaart- en landingsbaangebonden bedrijven, zich hier kunnen vestigen. Aviolanda wordt gevestigd op het terrein van Fokker. Dit bedrijf is samen met DMO, de Defensiemateriaalorganisatie, een van de initiatiefnemers. Het hele project Aviolanda zal zeker veel werkgelegenheid bieden. Aviolanda is een project dat gedragen wordt door DMO en door Fokker. Ik denk dat wij de motor zijn. Samen met DMO zijn Fokker Elmo en Fokker Aircraft Services de motor om Aviolanda van de grond te krijgen. Als je kijkt naar Aviolanda, dan denk ik dat naast het werk dat we hier doen met je school is gewoon heel noodzakelijk. Vliegtuigen onderhouden, dat doe je gewoon niet alleen op school, maar je moet gewoon heel veel praktijkervaring hebben. Als je 5 jaar verder kijkt, dan denk ik dat het een hele bruisende omgeving wordt. De school, die zie ik uitbreiden. Ik zie heel veel bedrijven die samen iets unieks leveren. Een prestatie die gewoon, waar je gewoon echt zoveel waarde aan het onderhoud toevoegt, dat heel veel klanten graag hier naartoe willen komen. Een van de eerste concrete resultaten van de World Class Maintenance is de oprichting van de World Class Aviation Academy in 2009.
de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen, civiele en militaire luchtvaartorganisaties zorgt voor een uniek concept met een volledig aanbod van gecertificeerde luchtvaarttechnische opleidingen. De Nederlandse luchtvaartsector heeft met deze ontwikkeling een vlucht genomen en Nederland kan hiermee in de wereld een leidende positie innemen. En door een grootorder van de Chileense overheid heeft de Academy een vliegende start gemaakt. Begin deze maand is de eerste groep Chileense F-16-monteurs gestart met een opleiding aan de Academy. Uit de ROC West-Brabant is mede verantwoordelijk voor de World Class Aviation Academy. Daarnaast biedt het ROC een grote hoeveelheid aan andere opleidingen, waarvan een deel binnen maintenance. Met 30.000 studenten en ruim 3.000 personeelsleden verzorgt het ROC onderwijs op meer dan 50 locaties. De Single College is een van onze 8 scholen voor MBO. Het is een van de locaties van ROC West-Brabant. Dus het opleidingsrestaurant hier, we noemen het Barok. Eigenlijk kun je zeggen dat wij een compleet onderwijsaanbod hebben. We hebben namelijk een organisatiestructuur gekozen die uniek is. We zijn een grote organisatie. Er zijn tal van voorbeelden te geven. Maar laat ik me eens beperken tot een hele interessante hier in deze hoek. Ik neem dat voorbeeld omdat het ook zo interessant is vanwege onze grensoverschrijdende contacten met Antwerpen en met Gent. Dat is het hele terrein van maintenance. Maintenance is een hele nieuwe ontwikkeling. Dat is maritiem, aviation. Dat is een hele grote, de procesindustrie, dat is infrastructuur en dat is de energiesector. Die 5 sectoren, die zijn eigenlijk gebundeld in het hele maintenance. Dus we hebben 5 ROC's, 4 collega's van ons, wij hebben ze 5, 2 HBO's en nog een kennisinstelling bij elkaar gebracht om te zeggen, jongens, wij gaan dat maintenance onderwijs samen handen en voeten geven. Dus we hebben onze contacten gezocht. Met de vliegtuigindustrie, met maritiem, met proces, met infrastructuur en de energiesector. En wat zie je dus op dit moment gebeuren? Dat we bezig zijn en contacten hebben met Boeing en andere partijen die samen met ons inhoud kunnen komen geven aan dat vliegtuigonderhoud, onderwijs. Het gebied tussen Antwerpen en Rotterdam en aan de andere kant Zeeland over de Oost-Westas en hier Moerdijk, ik noem dat heel graag de Delta, heeft een grotere procesconcentratie dan Shanghai. Heel veel mensen weten dat niet, maar dat is een geweldige potentie. En daar gaan we precies hetzelfde mee doen. Dus die onderwijsinstellingen die zoeken samen met grote bedrijven in die procesindustrie naar nieuwe inhouden, nieuwe tools, zodat voor de procesindustrie steeds betere mensen opgeleid worden. Het aan ROC West-Brabant geleerde P3-transfer zorgt door middel van op maat gemaakte trajecten voor effectieve bedrijfsopleidingen. We zijn een volle dochter van de ROC West-Brabant. En P3 Transfer is toen ontstaan omdat er 2 grote ROC's gingen fuseren. Wat we steeds meer willen is eigenlijk bedrijven maximaal faciliteren bij het opzetten van een ontwikkelomgeving in een bedrijf. Momenteel wonen Boulevard Poortvliet, daar zijn we actief. We leiden daar chauffeurs op. De klassieke opleiding voor chauffeurs op mbo-niveau is dat zij heel veel kennis tot zich moeten nemen. En dat zij daarvoor in de klas zijn. En vervolgens weer teruggaan achter het stuur en hele andere dingen doen. In de beleving van de chauffeur. De mbo-opleiding voor chauffeur, die laten wij volledig op de werkvloer plaatsvinden. De trainer, die begeleidt de chauffeur in de toepassing achter het stuur. En bedrijven zijn dol enthousiast. Nou, dat is echt een van de succesvolle projecten van P3 Transfer. Waarbij echt onze meerwaarde en onderscheidend vermogen heel duidelijk naar voren komt. Om een vooraanstaande positie te bemachtigen binnen de maintenance, is innovatie doorvertalen van kennis naar markt cruciaal. De regionale ontwikkelingsmaatschappij Rewin stimuleert bedrijven om te innoveren. Rewin heeft als doelstelling om de bedrijvigheid in West-Brabant vooral te bevorderen. Onze stakeholders zijn alle gemeentes in West-Brabant. En ook de Kamer van Koophandel is stakeholder. En die hebben ook een gemeenschappelijk belang. Want ook hun is er veel aan gelegen dat de bedrijvigheid op peil blijft. Samenwerking tussen bedrijven gaat vaak niet vanzelf. Dus wij hebben daar een hele duidelijke initiërende rol bij. En wij willen ook graag nog kennisinstellingen
toevoegen aan zo'n samenwerkingsverbanden. In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken hebben wij gekozen voor een aantal speerpunten waar we extra op inzetten. Omdat die gewoon veel meer kansen bieden om zich te ontwikkelen. En daar krijg je een onderscheidend vermogen mee in je regio. Eerste speerpunt is logistiek. Tweede speerpunt waar we ons voor inzetten is de hele onderhoudssector. En het derde speerpunt is duurzame energie en grondstoffen. Bijvoorbeeld vorig jaar hebben wij maar liefst 2000 arbeidsplaatsen hier naartoe kunnen brengen, doordat er een stuk of 75 bedrijven zich hier gevestigd hebben. En dat in een tijd van crisis. Dus in die zin bewijzen gewoon de resultaten dat wij een uitstekend vestigingsklimaat hebben. Nou, hoe uitziet dat? Perfecte ligging tussen de twee wereldhavens, waarbij ook de stromen die daar binnenkomen, die moeten gedistribueerd worden. Dat vindt ook veel in onze regio plaats. Verder hebben we een uitstekende bereikbaarheid over weg, over water en over rail. We hebben een ontzettend goede arbeidsmarkt. En ook hebben wij een uitstekende mogelijkheden om subsidies te kunnen verstrekken. Maar het allerbelangrijkste is dat ons kostenniveau concurrerend is. Want tenslotte, bedrijven moeten gewoon bij ons ook de kost verdienen. En het kostenniveau moet concurrerend zijn. Nou, om het concreet te maken, we zijn bijvoorbeeld 3 tot 4% goedkoper als de Randstad. En nog meer procent goedkoper als in België. Dus wij rekenen dat keurig netjes voor de bedrijven uit. En dat is een belangrijk argument om bedrijven naar je toe te trekken. Je begint natuurlijk met het opsporen van potentiële investeerders. En vervolgens probeer je de regio in kaart te brengen. En tracht je de partij te enthousiasmeren voor een vestiging in de regio. Je kunt dat nooit in je eentje, dus je bent afhankelijk van een aantal partijen. Wij zijn een beetje het verlengstuk van de gemeente als het gaat over bedrijfsvestiging naar buiten. En dat gaat prima. Toen Esso de move maakte om vanuit Den Haag en Brussel haar kantoren samen te voegen in Breda, toen gingen onze ogen open en toen beseften we dat daar een kans lag voor de regio. Ja, we zijn dus vervolgens gaan zoeken naar partijen die dezelfde slag zouden kunnen maken. En dat heeft geleid tot een Beneluxeringstrend. De partijen die bijvoorbeeld een Beneluxering overwegen, zou ik graag willen uitnodigen om eens langs te komen. Of in het andere geval willen wij graag langskomen om in detail ons verhaal weg te zetten, want dat kan werkelijk heel interessant zijn. Dat innovatie belangrijk is, zien we bij groenondernemer Van Pijvlek, dat door sterke innovatie van oud papier een groen product weet te maken. Van Pijvlek is van ouds huis een papierrecyclingbedrijf. Wij recyclen oud papier op de Europese markt. Daar hebben we een tweede tak bijgevoegd in al die jaren, dat is archiefvernietiging. Daarna hebben we een nieuwe tak, restroommanagement hebben we erbij gevoegd in het jaar 2010. De dienstverlening van de Van Pijvlek Groep naar onze cliënten toe is dat wij een waardevol product recyclen voor de cliënt, zodat de cliënt minder kosten heeft voor zijn afvalstromen af te voeren. En dat komt alleen maar ten gunste van onze klanten. We hebben een klantenbestand van 1600 mooie klanten. Alle filialen in Nederland voorzien wij van afvalcontainers. En het oud papier nemen we allemaal af van deze bedrijven. Repaper is een Belgische BVBA. Die hebben wij 5 jaar geleden opgericht. Die hebben we van het jaar actief gemaakt in de gemeente Namen om het bedrijf uit te bouwen naar een recyclingbedrijf. De plannen voor de toekomst van Repaper zijn het uitbouwen van recycling oud papier, archiefvernietiging, plastic recycling en restroommanagement. Wij proberen de winkelbedienders op te voeden om zo goedkoop mogelijk het afvalstromen af te voeren. We laten het in de winkels al voorscheiden, plastic apart, hout apart, glas apart, afval apart. Dat brengen wij naar centrale depots toe, waar Van Pijvlek het materiaal laat scheiden in pestcontainers. Wij halen dat materiaal op en we brengen het naar ons productiebedrijf. Wij sorteren de materialen naar een waardevol product, zodat de cliënt van ons betere opbrengst kunt krijgen voor de afvalmaterialen. Wij investeren als Van Pijvlek Groep ongeveer 1 miljoen euro per jaar bij onze klanten aan materialen, zeg maar, voor de klant beter in te zamelen, sneller te verwerken en dat het recyclingproduct ten goede komt van onze klanten. De toekomst voor recycling is geweldig. We willen zo graag mogelijk naar een nieuwe locatie toe, waar we ons bedrijf kunnen uitplooien op een locatie van ongeveer 60.000 vierkante meter oppervlakte, waar we een eigen containerterminal bouwen. Zo kunnen we ongeveer 50.000 opleggercombinaties met zeecontainers van de A16 afbouwen. Vroeger zagen ze een recyclingbedrijf aan, zeg maar, als een vodderboer of een bedrijf wat niet in de markt hoort. Nu is recycling hoog in het vaandel gezet.
We maken van oud, maken we nu. En van nu maken we oud. Wij exporteren 25.000 zeecontainers per jaar. Er zijn zoveel soorten oud papier. Wij zijn gespecialiseerd in de ondersoorten. Wij krijgen allemaal boekingen en halen wij de containers halen we in Rotterdam uit of in Antwerpen halen wij ze uit. Ik denk in de loods een 6.000, 7.000 ton oud papier aan los papier. En dat is een hartstikke goed gevoel. Tot zover deze aflevering van NV Nederland. Voor meer informatie en langere versies van alle reportages en interviews kunt u kijken op nvnl.tv. In de volgende uitzending nemen we het vestigingsklimaat van de regio West-Brabant onder de loep. Wat doet de overheid en het bedrijfsleven aan om de nieuwe vestigers aan te trekken? U ziet het in de volgende uitzending van NV Nederland. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door regionaal ontwikkelingsmaatschappij NV Rewin en P3 Transferbedrijfsopleidingen.